Nu voel ik me echt helemaal in het roerwoud. Karak! Kijk, dit is wat er gebeurt als het hier gaat waaien. Hé, hey Kar, laat die plek eens even zien. Kar, laat die plek eens zien. Kom, loop. Dus heb je dan van die... Ik bedoel, dit is toch in the middle of nowhere, kan ik je zeggen. Heb je opeens zo'n veldje wat onderhouden is... Nee, ik heb Flag Day niet gezien, maar ik moet zeggen, I Am My Father's Daughter vind ik wel echt een waanzinnige track. I am my father's daughter, come here, frozen water. Ja, dat zijn goede plekken om de honden te laten. Kijk eens even naar het geweld van die bomen hier. Kara, kom. Kom maar, check. Zo. Ja, een kampvuursessie, ja, dat kan je wel doen. Ah, je komt hier dus niet echt veel mensen tegen. Dat is fantastisch. Ik bedoel, je kan je voorstellen wat een gevoel dat geeft. Maar dat doe ik nu ook al 4 maanden. En dat heeft natuurlijk ook een soort van de ultieme lockdown, zou ik zeggen. En ja, voor mij werkt dat wel. Voor jou ook, hè? Hey Jimmy! Jimmy Woesthof kijkt mee. The one and only Jimbo. Nou, anyway, ik dacht ik neem je even mee op deze walk. Waar je ook bent in Hengelo, Den Haag, Amsterdam. Heerlen. Je bent nu even bij mij hier in... Jack, kom eens even hier. Ga eens even zitten. Zit. Ja, goed zo. Kijk, dit is Jack. En Jack die doet het hartstikke goed. Jack is een border collie. Ja, dat ben jij, hè? Ja, een border collie. Kijk, Kara is natuurlijk sowieso majestic. Maar Jack hebben wij hier meegenomen of gevonden in een heel mooi hondenopvangcentrum. We doen ook katten trouwens. Ongelooflijk hoeveel dieren ze hier per dag binnenkrijgen. Echt bizar gewoon. En Jack was gevonden. En Jack is zeker niet helemaal op zijn zachtste goed behandeld. Maar trekt al helemaal bij. Dus dat is mooi. En kijk, Kara hier is natuurlijk...